Welkom, dames en heren. Dit is niet zomaar een normale survival-serie. Dit is een hele aparte serie en ik zal je uitleggen waarom. Dit is mijn huis. En het is de bedoeling dat ik mijn eigen wereld maak in Minecraft door middel van taakverdelingen. Kijk, hier vind je mijn taken. Pad uitbreiden, club update, steen verzamelen en beveiliging. Alles is mogelijk in de wereld van de Beanstalk. Dit is mijn keukentje waarin allerlei lekkernijtjes staan in de kist. En hier is mijn boekenplank met een aantal leuke verzamelitems in deze kist. Kijk eens. En wie hoor ik daar? Het is Clarabel. Ja, mijn lievelingskoe die ik net zo behandel als ieder huisdier. En ze staat niet onder haar hokje die ik speciaal voor haar gebouwd heb. En oh ja, oké, dit is mijn kapotte televisie. Helaas, hij doet het nog steeds niet. Ach. Nou, mensen, welkom. Ik ga een stukje taart eten, want hij is bijna op. Ik moet rustig aan doen. Ik ga iets nemen hier uit de kist. Wat hebben we? We hebben... Het is niet gekookt. Oh, dat zit hier. Mooi zo. Ik pak even 2 keer steak. Zo, huppakee. 2 keer steak. Ik heb ook spullen. Die ga ik in de verzamelkist doen, die ik toch niet gebruik. Die burstwood en even kijken. Die rotten flesh kan ik hier wel bij gooien. En de torch, die hebben we toch niet nodig. Tot nu toe. De seeds. En dan kan ik nu een stukje gaan eten. De eerste is een pad uitbreiden. Voordat we dat gaan doen, ga ik toch even slapen. Want het is nacht. Is het nacht? Nee, ik kan niet slapen. Er zitten monsters in de buurt, zegt hij. Zitten er monsters? Dat betekent dat ik moet gaan strijden tegen deze monsters. Ik pak deze hakbel. Ik weet niet of het schade gaat doen. Waar zitten ze? Waar zit je? Ik hoor je, maar ik zie je niet. Clarabel, maak jij eens ook een geluiden? Nee toch? Nee, dat maak je niet. Oh, waar is het varkentje? Wat? Clarabel, heb je... Je hebt hem niet opgegeten, hè? Clarabel, waar is het varkentje? Waar heb je het varkentje gelaten, Clarabel? Oh. Oké, we gaan slapen. Nu is het veilig. Ja, kom op. Oh, het kan nog steeds niet. Oh shit, ik word omsingeld. Ik word omsingeld door beesten. Waar zit je dan? Daar zitten beesten. En ik hoor een spin. En een zombie. Dood jij! Ga dood! Huppakee. En waar zijn de andere beesten? Hier. En jij hier. Huppakee. Nog meer monsters. Nee. Die beesten ontploffen, begreep ik. Oh. Kan ik nou gaan slapen, Clarabel? Jij hebt makkelijk praten. Ik ga gewoon bij je wonen, Clarabel. Dat is beter. Kan ik gaan slapen? Kan ik gaan slapen, alsjeblieft? Mijn deur staat open! Ja, rustig moeten blijven. En moeten wachten tot die monsters weggaan. Hoop ik. We gaan even kijken hier in dit hutje van ons. Want we hebben namelijk hout verzameld vorige keer. En ik wil dat nu een beetje bij elkaar brengen. Ik ga ook het steen wat we hebben verzameld, ga ik even omsmelten tot stone, zodat we het kunnen gebruiken als het pad. Dus we laten de oventjes eventjes goed werken. Kijk eens, ik gooi hier gewoon de helft in, 16 stuks. En hier. En ik pak de eieren op en die doen we in deze speciale kist. We hebben genoeg eieren, dus we kunnen genoeg... Oh, laten we armor maken, hè? Dat is misschien makkelijk. Beveiliging tegen die monsters. Nou, eens even kijken. Wat kunnen we allemaal maken? Een broekje. Dat is altijd goed, hè? Dan pakken wij een armor zo. En misschien doen we een laarsje. Moeten we een laarsje doen? Hoe deden we een laarsje ook weer? Dat ben ik vergeten. Ik weet het niet meer. Oh, een helm? Ja? Nou, oké. We laten het zomaar even voor de rest van de eieren laten liggen. Ik trek het gelijk aan. Huppakee. Ik ben beveiligd. Mooi zo. Kom maar naar binnen. Oké, nu niet meer storen. Nou wil ik slapen. Nog steeds niet. Nog steeds monsters. Waar zitten ze dan? Oh, hier zitten ze. Wat een hoop monsters, zeg. En er zit een spin hier boven. Ik ga weg hier. Ik moet ze bestrijden, jongens. Zo. Oké, nou is het rustig. Nou kunnen we eindelijk gaan slapen, hè? Het avontuur, we beginnen net en het avontuur begint nu al. En een nieuwe dag. Een nieuwe happy dag. Hoop ik dat het een happy dag wordt. We gaan eens kijken. De oventjes hebben al wat steen verzameld. We kunnen wat steen gaan aanbrengen. Maar laten we eerst even kijken. Pad uitbreiden. Dat gaan we eerst doen voordat we naar de mensenclub gaan. Want dat doen we meestal in het begin. Nog meer beesten. Wat komen die beesten doen hier allemaal? Wat komen jullie doen? Yes. Oh, jullie zijn aardig? Oké.
Oké, als jullie aardig zijn en jullie blijven hier, dan is het goed, ja? Ga geen vuil maken en overal spinnenracht waar plaatsen, want dat heb ik gewoon liever niet, oké? Mooi zo. Ze zijn dus niet zo kwaadaardig als ik dacht, excuus. Hier heb je een pijl als bewijs dat ik gewoon vriendelijk ben. Mooi zo. Ik ga pad uitbreiden, daar hebben we een schop voor nodig. Heb ik een schopje? We gaan kijken voor een schopje. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Hebben we hier een schop in? Ja, we hebben nog zeker een schop. Hey, die spin is weg. Oh, daar is die. En waarom heb je... Nee, ga niet in het gat. Ik ben bezig, dat zie je. Ja, ik ben bezig. Dan moet je me niet aanstaren. Ik ga doorgraven, hè. En dan val je in het gat, hè. Nee, oké. Okay. Oh, sorry. Ik zal niet meer aanvallen en zo. Excuus. Maar dan moet je niet in de weg lopen. Nee, dan moet je gewoon niet in de weg lopen. Wat? Wat is er? Wil je bij Clarabel wonen? Dat gaat echt niet. Nee, dat gaat gewoon niet. Sorry. Nee, het gaat niet. Clarabel houdt sowieso niet van spinnen. Hè? Nee, ik doe het niet. Ja, we gaan een beetje pad uitbreiden. Ik weet niet waar we naartoe gaan. We gaan dadelijk verder, want jullie wachten alleen maar op die mensenclub. Ik weet het. De grote, de speciale mensenclub. Hè? Het is niet zomaar een mensenclub. Het is de speciale mensenclub. En ik vul even het steen hier. Ja, wat is er nou? Nou, oké. Okay. Blijf maar staan dan. Ik doe niks. Je mag blijven staan. Ik vind het helemaal prima. We gaan naar de mensenclub. Want, wat is dit? Nou ja, heb jij een mooi idee? Of een foto, of een artwork, of een mailtje? Dan kan je een plek verdienen hier in deze mensenclub. En we gaan eigenlijk de nieuwe doen. Dus de nieuwe... Iemand heeft een leuke mail gestuurd. Ik ga het gewoon ook voorlezen, jullie. Hallo Vincent. Hier is mijn mooie art die ik heb gemaakt om te proberen om in de mensenclub te komen. Het is mijn allereerste art, dus verwacht er niet te veel van. Mijn naam is Quinten, ook wel bekend als DaVinci Fans en Retro Games NL. Doei doei! Nou, en deze foto vind ik ook super leuk. Wat zien we eigenlijk? Ik ben getekend voor het kasteel. Maar dit is het oude kasteel, dus dat is, vind ik eigenlijk wel heel gaaf dat het oude kasteel is gebruikt. En ik vind het wel een hele gaaf screen. Dus Quinten, jij bent... Jij mag hier in... De speciale mensenclub. DaVinci-stijl fans. Zet ik erbij. Disneycraft bezoeker. 2015. 14 natuurlijk, hè. En dan zeggen we ook... Of 2013, want volgens mij is die foto van 2013. En dan zeggen we daaronder... De vriend Quinten. Zo. Heb ik het goed geschreven in naam? Ik heb het niet goed geschreven. Quinten is het niet. Quintin, Quinten. Alsjeblieft, Quinten. Jij hebt een plekje verdiend in onze speciale mensenclub. En, welkom. Zeker weten, welkom in deze club. Heb jij trouwens ook, wil je iets toesturen, dan kan het via het onderstaande e-mailadres. En wie weet, kom jij in de speciale mensenclub die je nog een hoop plek over hebt. Kijk, we kunnen nog zelfs 9 afleveringen verder, kunnen wij nog zelfs door met deze mensenclub. Ik hoef hem nog niet uit te breiden. Ik ga het pad hier ook nog een beetje uitbreiden. Want dat vind ik ook nodig. En deze boom staat echt keihard in de weg. Ik heb eigenlijk een schaar nodig voor deze bosjes. Maar dat heb ik dus niet. Dat heb ik allemaal niet, die zooi. Pak nog 2 plekjes. Huppakee. En dat dirt wil ik ook bewaren voor het opvullen. Want kijk, hier ziet het er heel raar uit. Dus als we dit gewoon opvullen met dirt, dan groeit dat gras vanzelf wel door. Hier ook. Zo. Beetje mooi maken van de omgeving. Dat hoort ook bij de taken natuurlijk. Sowieso onze wereld, hè. Zo. En ik heb een steak. Nou, ik heb nog niet heel veel honger. We gaan eens kijken naar de volgende taak, want we hebben de 2 alweer gedaan. Steen verzamelen. Dat betekent dat we weer de mijn in moeten. Dus ik pak mijn iron pickaxe. Ik laat deze eventjes achter. Zo. En we gaan eens even kijken. We hebben een torch. We hebben nog 1 torch. Die neem ik gewoon mee. Zo. Dat is al weinig, hè. Zullen we nog een torch erbij maken? Ik vind het goed, want we hebben ook weer misschien wat kool nodig. En we hebben ook wat sticks nodig. Die heb ik al. Dus ik ga hier even wat sticks neerzetten en wat kool. En dan hebben wij weer genoeg torches. En deze houden we over. En die gooien we weer. Die sticks gooien we gewoon in deze kist. Huppakee. Kan er gewoon bij. Hup. En ook dat fanshekje. Bloemetjes erbij. Steek neem ik mee. Ik neem sowieso nog een stukje taart. Huppakee. Dan is die ook op. Heerlijk. We gaan naar de mijnen. Nou. Wat een rotdeur. Jongens. Ik doe het helemaal verkeerd. Ik moet natuurlijk door deze deur gaan. Zo. En hier moeten we ook nog een pad maken eigenlijk. Hier zo. Dat loopt naar de mijnen toe. Dat is een goed idee. Dat is voor de volgende aflevering misschien een leuk idee om dat te doen. Want hier hebben wij namelijk de speciale mijn. Die zit hier.
En we gaan eens kijken. We hebben vorige keer best wel veel gegraven. En we zijn best wel ver gekomen met het hele stuk. En ook heel veel kool weer hier. Netjes, netjes, netjes. Working in the coal mine, going down, down. Dit is echt heel veel kool. Maar dat is omdat ik een bepaalde instelling heb gedaan natuurlijk. Dat snappen jullie wel. Want we hebben een hoop kool nodig om natuurlijk alle steen te kunnen maken. Dat snappen jullie ook wel, hè? Zo. Zo, weet je wat licht gemaakt? Zo zien we weer wat. En inmiddels, het is echt niet normaal. Volgens mij is dit een coal mine of zo. Echt niet normaal veel, joh. Ongelooflijk. Ik kan niet geloven dat ik dat allemaal heb ingesteld. Maar goed, het gaat hier erom dat wij gewoon in survival een wereld kunnen bouwen. Dus nu gaan we gewoon wat dingetjes verzamelen die ons kan helpen met het bouwen van natuurlijk een klein stadje of een klein dorpje. We hebben natuurlijk nog maar één huisje. En dat moet natuurlijk uitvergroten tot een groter huisje. Dus we gaan zeker weten een heel groot huis maken nog in de toekomst. En we moeten zeker wat hoop spullen verzamelen om dat te kunnen waarloven, zeg maar. Dus we hebben waarschijnlijk ook nog wel een nieuwe oven nodig. We moeten kijken of we kool we hebben. We moeten zeker wel echt een flinke kamer maken voor de ovens of zo. Zo. Kijk eens over kool, joh. Dat is niet normaal. Dat ligt helemaal vol hier. Jeetje. We hebben ook genoeg steen gelukkig. Dat scheelt. Want de steen, daar kwamen we voor. We hebben nou bijna 2 stacks gevuld. En dat is op zich wel genoeg voor deze reis. Zo. Even deze kapot maken. Het is ook fijn dat we gewoon een zeg maar... We hebben een iron pickaxe. Dus dat is gewoon... Dat werkt gewoon veel fijner. Zo. Nou, we hebben nu genoeg. We hebben... Een hoop gegraven hier zo. En dan gaan we weer naar boven. En dan gaan we het huisje weer even in. Want dan kunnen we die kool eventjes netjes opbergen. Want we hebben ook weer een stack kool gevonden. En dan gaan we eens verdelen over deze ovens. Dan moet ik even op de goede plek klikken. Zo. En deze krijgt ook wat kool. En deze, dan zit alles vol. En we houden nog zelfs over. Dus we gaan deze planten hier bij de andere kool. We gaan eens kijken. De cobblestone kunnen we gelijk in de ovens gooien. En ik weet niet, ja, we kunnen gewoon alles erin gooien. Huppakee. Dan pak ik het steen er even uit. Vanaf daar ook. Zat hier ook nog wat in. Ja, hier zat ook steen in. En met dat steen kunnen we dan, dat leg ik nog even hier in de kist. Dat is misschien een goed idee. Wat nog meer? Beveiliging. Ik wou wat meer met torches gaan werken. Daarom had ik de torches ook gemaakt van tevoren. Om hier wat meer te beveiligen rond het huis. Ik wil van zulke palen maken. Zodat het wat veiliger wordt voor Clarabel en mij. Natuurlijk Clarabel. Ik ga ervoor zorgen dat het veilig wordt. Wat voor hout is dat? Is dat dit soort hout ook goed hout? Dan is het goed. Ik ga mijn Clarabel sowieso ook wat torches plaatsen. Hier ga ik dit weghalen. Zo. Dit moeten we nog opvullen. Ja, Clarabel, ik weet het. Hebben we nog meer dirt? We hebben geen dirt meer. We hebben, voor mij hebben we wel ergens wat dirt, hoor. Daar een torch. Ik ga hier ook nog wat aan de buitenkant doen, zo. Hoe meer torches, hoe beter. Dat is gewoon zo. Even kijken, wat hebben we nog hier? Hier hebben we ook een torch. En misschien moeten we gewoon hier ook een torch maken. En ik ga gewoon van die palen maken die ik daar ook heb. Die af en toe gewoon langs de weg staan. Dus hier gaan we gewoon zo'n paal maken met een torch. Huppakee. En dat doen we dan ook aan deze kant. Hier in de verte. Zo. Met ook een grote torch erin, zo. En dan gaan we gewoon langs de kant van de weg gaan we dat gewoon plaatsen. Dat is de beveiliging voor ons avontuur. Zo. Ik kan alvast gaan graven. Heb ik die schop nog? Nee, die heb ik niet meer, die schop. Anders had ik het nog verder uitgegraven. Dan kunnen we de volgende keer wat makkelijker steen leggen. Nou, het ziet er wel wat groot uit. Het wordt trouwens donker. Dus ik moet sowieso naar binnen. Eens even kijken. Wat hebben we? Steen hebben we. De schop neem ik mee. En de pickaxe laat ik even hier weer. Het birchwood moet ik ook daar gaan opruimen. Maar het begint nacht te worden. Dus we kunnen beter hier blijven. Ik ga eens een nieuwe taart pakken. We hebben niet meer zoveel taarten. Dus we moeten zo kippen gaan verzamelen voor eieren. Maar dat ik weet niet of Clarabel dat leuk gaat vinden. Hè, Clarabel? Ja, die vindt het geweldig hier. Die heeft het gewoon naar zijn zin natuurlijk. We gaan eens even een tukje doen. Tukje? Heerlijk. Goedemorgen iedereen. Welkom. We zijn er weer. Ik vind dat de beveiliging nog niet goedgekeurd is. Dus we gaan nog even door met die beveiliging. Daardoor moeten we dus de schop gebruiken. Ik moet een stukje taart. Ik weet het, ik mag het eigenlijk niet. Het is zoet. En ik pak nog een stuk steek. Hoppakee. Ik ga eens even wat meer uitgraven. Ik vind het pad heel raar dat hij hier zo'n dunne kronkel heeft. Dus deze moet ik dan wat uitbreiden tot dit. En dan plaatsen we hier wat steen. Hoppakee. En dit pad gaat ook zo. Dan gaan we hier langs. Dit graven we even uit met deze schop. En misschien moeten we hier een keiharde hoek doen. Naar daartoe.
Ik hoor een heel eng geluid. Waarom hoor ik van hele enge geluiden in één keer in Minecraft? Hier ga je een trap op en hier ga je een niveautje hoger. Of we graven het gewoon helemaal in. Ik zie varkentjes. Mooi, er zitten allemaal dieren hier. Daar ben ik blij om. Zo. Misschien moeten we dit gewoon helemaal plat maken. Zo. En dan graven we hier dadelijk... Wacht, we skippen dit even. Zo, en mijn schop is kapot. Ik heb het stenen pad helemaal uitgebreid naar deze kant. Het wordt heel groot in één keer. We hebben hier een bocht gemaakt. Zo hebben we wat beter uitzicht. Ik zal nog wat toortjes plaatsen aan de kant. Zodat we weten van daar kunnen we heen. Zo, en dan hier is een torch. En dan doen we hier ook nog één natuurlijk aan de rand. Zo, huppakee. Dan weten we dat we die kant uit moeten gaan. Nou ja, moeten. Het is wel beter als we een beetje wat uitbreiden. Hier moet ook een slab komen, maar de slabs kunnen we nog niet maken. Dat zou ik nog niet kunnen doen, nee. Oké, dat gaan we nog niet doen dan. Dat komt later. Trouwens, hier nog wat torches ook plaatsen op de hut. Zo. Plaats ze ook aan de achterkant. Zo. En hier nog één. Huppakee. En eens even kijken. Wat is er, Clarabel? Wat is er nou? Zitten we te loeien hier de hele tijd? Zo. En binnenin hebben we ook genoeg licht. Ik zal gewoon een extra torch op plaatsen hier zo. En deze moet ook wat hoger komen. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Laat zeker weten een like achter. En vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En dan zie ik je volgende keer terug bij de wereld van Da Vinci Style. Doei doei!